tegenkomen is precies goed. Daar is het oosten en daar is Sumatra. Hier. Kom op. Kom dan, Loeder. Shipmates of Bontekoe. From the gear? That's our skipper. Skipper. Where are you from? We came in from an island. Our ship? From Holland, the Nieuwhorn. These men are from the Nieuwhorn. Quickly, fetch the master. Nieuwhorn, you say? Wie zijn jullie spadden? Spadden Karnemeijer. De jongen die een nieuw hoorn heeft laten ontploffen. Nou, zeg op. Wie? Ik ben... Peter, je kunt niet altijd voor me opnemen. Je kan me niet anders helpen. Ik ben Padden. Nee, ik ben Padden. Ja, maar ik ben toch Padden? Peter, lief niet. Hou je mond. Ik ben Padden. Nee. Ik ben Padden, laat u niet twijfels maken. Er is hier nog iemand die de ontploffing van een nieuw hoorn heeft overleefd? Die kan ons wel helpen. Met Padden aanwijzen. En anders, best wel. Gewoon altijd wat. Op het oplaatsen van een schip van de VOC staat de doodstraf, wist je dat? En die officier die is van de VOC. Ja, het komt wel goed. Nou, hoe dan? Schipper!
die van deze raddraaiers is Padden. Wie heeft u nu horen in de lucht laten vliegen? Nou, wie? Hem ken ik. Dat is Rolf, scheepsjongen van de Hutte van de Hoge Homes. En dat is Hajo, scheepsjongen van het Voordek. En dat is... Klaas. Klaas? Klaas? Ja, Klaas. Ik heb er zeker mijn eigen scheepsjongens wel. Peter. Hij heet Peter. Peter, maar jij bent toch zeker Peter? Nee, Hajo. Nou ja, Hajo, Klaas of Peter, dat maakt het ook uit. Maar Padde, die vuile brandstichter, die zit hier niet bij. Dat is zeker. Dat weet u zeker? Zeker. En wat gaat u nu doen? U kunt toch zeker niet onschuldige jongens vasthouden? Luister, Padde, jongen, ik ben niet kwaad dat jij die brandewijn in de fik hebt gestoken. Ongelukken gebeuren en we moeten verder. De nieuwe horen krijg ik nooit meer terug. We moeten naar de toekomst kijken. Dus jongens, wat gaan jullie nu doen? Ja, ik weet het niet. Willen jullie terug naar huis? Ja, natuurlijk! Ja. Ik heb hier een nieuw schip vol met specerijen voor Holland. En ik kan best een paar scheepsjongens gebruiken. Neemt u dat? Ja. Compagnie heeft mij toestemming gegeven om dubbele gage te betalen aan de bemanning die de schipbreuk heeft overleefd om zo het geleden verlies een klein beetje te bevatten. Vader, jij moet me één ding beloven. Het was een ongelukje. Echt waar. Dat ding viel zomaar om en ik zag een rat en ik kon er niks aan doen. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Als jij me nou eens belooft om in de brouwerij van je oom te gaan werken. Dan weet je wat je hebt. Precies, mijn jongen. En dan weten wij ook wat wij hebben. Want om eerlijk te zijn, voor het zeemanschap heb jij de benen niet. Begrepen? Begrepen, schipper. Mooi zo.